De Vlaanders, Les Flandres, Frans-Vlaanderen en West-Vlaanderen, onze woeste, weidse Far West, vol prachtige landschappen, enkel misschien niet de makkelijkste plaats om dus openbaar vervoer te organiseren. Pas op, er zijn bussen. Dit is bijvoorbeeld een Franse bus die in boegschepen Bouchep de Belgische grens nadert. Overstappen op de Vlaamse lijn kan dan, maar dan moet je wel een klein kilometertje stappen. Maar de mobiliteit in de grensstreek en het verbinden van de Franse vervoerssystemen met de Belgische, daaraan wordt gewerkt. En het project Transmobiel wil er meteen voor zorgen dat hier de auto niet het vaste vervoersmiddel hoeft te blijven. Hier bijvoorbeeld, aan het station van Adenkerken bij de Pannen, komt alles al samen op één mobiliteitshub. En zo leren we van elkaar. J'ai appris deux, trois mots de flamand, mais c'est tout. Koukostuk. Blech. Et un oustuké. Après, c'est peut-être pas le même flamand que vous, alors... Naar de zee, zandkastelen bouwen. Naar de zee, schoppen zand verschouwen. Maar zoals de projectleider van Transmobiel, koning Philip... Philip Konings me vertelt, er zijn ook deelfietsen die gratis zijn en die je met je smartphone kan ontgrendelen en gewoon meenemen. Enfin, ontlenen. En allemaal gratis en duurzaam. Maar niet bestaat toch gratis, hè? Gratis. Ja, Transmobiel maakt eigenlijk dat de mobiliteit in het grensgebied versterkt wordt. Op alle mogelijke vlakken. Dus nu zijn de inwoners eigenlijk voornamelijk... gesteund op een eigen privaat vervoer, op een wagen. En we willen die meer op de fiets krijgen, op het openbaar vervoer krijgen. En daarvoor worden een aantal maatregelen getroffen om het openbaar vervoer, bijvoorbeeld aan de fietspaden, zoals dit hier, aan beide zijden van de grens op elkaar af te stemmen. Echt te connecteren met elkaar. Ja, hier komen we op de grens. Dus de grens tussen Frankrijk en België loopt hier dwars op de kust. In Frankrijk het fietspad al aangelegd. En hier hebben we de oude sporen van voor de Tweede Wereldoorlog. Dus het is de bedoeling van met het project Transmobiel om dergelijke grensoverschrijdende verbindingen door te trekken. Ja, de Voie Verte helemaal tot aan de Opaalkust in Noord-Frankrijk. Het is een groot succes. Maar als je dan toch een auto nodig hebt, dan willen ze dit ook beginnen promoten. Auto delen. Want wie heeft er nog nood aan een eigen auto als je op elk moment een auto kan stelen? Nee. Met een Cambio-abonnement gaat het zo simpel. 4 cijfers en de auto is van jou, tot je hem niet meer nodig hebt. 97% van de tijd staan onze auto's stil. Dus 23 uur per dag. Dan is dit slimmer, hè? Geen is het nieuwe hebben. En zo willen ze aan beide kanten van de grens op die mobiliteitspunten iedereen en alles op elkaar laten aansluiten. De elektrische auto's op de trein op de bus op de deelwagen op de deelfiets enzovoort. Maar op die mobiliteitshub kan meteen ook je post aankomen bijvoorbeeld. Zo krijg je multi-service platformen in de hele grensstreek. Van Ieper tot Bailleul en in alle kleinere dorpen waar duurzame mobiliteit de boel ook weer tot leven kan brengen. Dankzij Transmobiel dus, het project voor grensverleggende en grensoverschrijdende mobiliteit in de grensstreek. Ik ga jullie laten. Het is déjà 11 uur, ik ga partir. Bon courage, bonne journée, monsieur. Au revoir. Ontdek de mobiliteitshubs in de grensregio.